Zijn plaatsen genoeg, hè? Ja, ik denk het wel. Sorry, ik moet laten zien. zien van haar instrumenten als een idee dat en ook niet laten horen.
een vaste dienst. Een soort programma waar je nog bij een computer als muziekinstrument gebruikt, of een computer besteelt via de normale kantoren nodig, die je bij de computer en tenslotte zal Joe Ryan samen met mij de verantwoordelijkste leiding van zijn in het Engels en Noord-Amerikaans. Waar we hier achter gaan ingaan op wetenschap, muziek, stijl, humors. En daar bestaat gelijk ook mogelijkheid wat meer misschien op de vragen komen. Over Stijn, is het volgende te melden. Het is een club dat is opgericht in de roerig 60e jaren door een groep communisten die toen was die tijd van de revolutionaire overgaan, maar daar waren reconstructie, dat gaat om Peter Schaap, de Landwissen, Jan van Vlijmen, Arjen Muris voor de tekst, dat was de Roer Klaus, allemaal tezamen en Michel Moerberg heeft geschreven, hij werd alleen ook. Die hadden in die tijd het idee, en het was vooral ingegeven door de componist Bruno Maderna, de Italiaanse componist en dirigent in Nederland, Bert in die tijd voor zijn dood. En die had een idee dat de Italiaanse muziek. Zover was dat het niet alleen in de studio moest blijven, maar dat het juist eigenlijk het podium was. Hij had nog absoluut geen idee hoe het moest. Hij zei alleen dat er juist een werkplaats komen waar instrumentalisten uit het symfonieorkest naartoe kunnen om eigenlijk elektronische uitbreidingen van een klassiek instrumentarium te laten bouwen. Dat idee werd overgenomen door deze organisatie en in die opera werd een hele hoop elektronica gebruikt. En het Rijk heeft toen gezegd dat het is allemaal prima, je moet daar geld voor. En hij was voorwaar gesteld dat er ook een derde verschrikking gesteld zou worden. Communisten waren zelf bij de van elektronica in aanraking gekomen, maar dat idee van een stichting te oprichten waar ze allemaal ook een baantje aan worden overgehouden, om op die manier ook een beetje in leven te blijven, dat bleek allemaal wel. En dat is denk ik, als je hier moet kijken, een heel belangrijke ontstaansreden is van een stichting. Puur pragmatisme. Dat heeft ook geleid tot een opeenvolgende reeks machtsstrijd. Ze hebben allemaal ongeveer tijd, zijn ze baas geweest van Stijn. En hebben ze op hun manier geprobeerd. Vooral de eigen muziekhoek was toen toch eigenlijk weer de klassieke. Muziek of wat er goed te doen. Het lijkt op een heel zware school van, maar het was een heel klein stichting. Er ging heel weinig geld om. Het was in ieder geval een heel raar begin wat ongeveer alle kanten ging. En wat op een gegeven moment door Michel Mengelberg, die eigenlijk gold, hij was steeds als de grootste anarchist in dat clubje. Die schuift wel bekend ook denk ik, als jazzpianist en als oprichter van BIM. En het grappige is dat juist hij, die gold als een grootste barhoofd en anarchist, dat hij de basis heeft gelegd voor een veel formele structuur. Een structuur waarin de stichting zich heeft ingesteld om elektronische instrumenten te ontwikkelen voor muzici, componisten, tegenwoordig ook beeldende kunstenaars, performance kunstenaars zoals dat heet. En eigenlijk weer ieder die deed dat van die zingers kunnen vertellen. En hij heeft een structuur gemaakt waarin mensen hier naartoe konden, een aanvraag in en die konden al niet worden geprobeerd. En dat ging dan altijd om te krijgen een beetje geld, technische hulp. En de loop der jaren is eigenlijk aan die structuur bijna veranderd. We zijn wel wat doorgegaan, maar het is dus een bezorgings- en facilitaire instelling. We hebben alleen door de jaren heen de tijd overeenkomst kunnen maken dat we in de aanleiding van het project zeer selectief werden. Dat betekent dat we, het is nu zo dat we sowieso wel moeten, omdat we veel gedaan aan te krijgen, maar dat we ons ook kunnen richten. En
Dat is in de hele van dit soort kunstgebeurtenissen een probleem geweest dat we voor 70 jaar om te kunnen overleven. Zijn ze ontzettend inderdaad juist op de markt gaan spelen en zijn ze overgebruikt, want ze wisten dat ze dan een nationaal belang zou hebben en dus ook in aanmerking komen voor geld van rijden. En daarmee heb ik een voorbeeld van hoe de marktmechanisme in de kunsthandel tot verval kan leiden, want bijna alle stichtingen die er leven zijn zo langzaam op de kop. Goed, deze structuur afgerond is toch maar een beetje. We zijn op dit moment nog steeds een stichting. We hebben een bestuur, waar we Jan Knoppen, dat is de directeur van de WC en daar een aantal merkwaardige baanwisselingen mee gemaakt. We hebben de schouwburg van Haarlem, zover ik heb. En daar zit in Colin Beumer, Sietse Smit, de minister bij de minister. En eigenlijk merk ik gelukkig heel weinig van deze mensen in de dagelijkse praktijk. En daar zal ik het over hebben. Het is zo dat de stichting bestaat uit mensen die allemaal, of de grootste deel, zelf ook actief zijn op het gebied van deze organisatie. Dus als componisten en functionarissen. Dat heeft de voor- en nadelen. En ik zal het bedenken voordelen. De meeste componisten die hier werken zijn geïnteresseerd in muziek. En dat vind ik een vreemd, maar ik moet toch wel even zeggen, omdat zijn of ontstaan in een tijd dat de elektronische muziek voortkwam uit het instituut voor sonografie. Het was een instituut toenmalig in Utrecht en heel academisch opgezet. Het was vaak belangrijker dat er papier uitkwam, een goede theorie van hoe je dan met muziek moest maken. En de muziek gold eigenlijk meer als een soort illustratie van de stijl. Stijn heeft zich daar van begin af aan tegen afgezet en mijn voorgangers. Het altijd heel belangrijk vonden dat het ging om muziek. En muziek is niet iets wat zich afspeelt op papier, het is iets wat zich afspeelt tussen mensen in een ruimte. Ik wil zelf proberen dat het zich ook niet echt afspeelt als je in een huiskamer zit en naar de beste hi-fi installatie zit te luisteren. Alhoewel je daar niet over kan discussiëren, maar ik denk dat het hoogste in muziek vindt plaats in een ruimte waar mensen die muziek maken en mensen naar luisteren. Waar ook iets gebeurt tussen de mensen in dat een aantal mensen wel onder woorden kan brengen. Ik denk zelfs ook mensen daar een andere cultuur kunnen uitdoen en delen op elkaar gebroken. Wij hebben dus een zeer geformaliseerde cultuur. Ook daar kan ik even op terugkijken. Dat betekent in het gebied van elektronische muziek dat je moet denken aan het bespelen van instrumenten. En nou, aan het kenmerk van stellen dat de elektronische muziek in het beginjaren was typisch iets wat bestond in een studio. Met zelfs letterlijk oude beesten, dat hier uit technische werkplaatsen, werd gezocht naar een manier om een heel formeel soort muziek te maken. Het was een soort reactie op de romantiek ook, in de vorige eeuw. Van Mahler en op het begin van deze eeuw van elkaar mensen dat het iets te bond gemaakt met de grote emotie, alle enorme naar binnen gerichte zelf medelijden, hoe je het verder ook wil noemen. Er bestond in ieder geval, of ontstond in het begin van deze beweging eigenlijk ook verwant aan de New Deal, de Amerikaanse politiek, de stijl in de beeldende kunst. Bauhaus en ontstond 12-doodsmuziek rond Wenen. Dat was eigenlijk allemaal een manier om te breken met dat emotionele gedoe, kort samengevat. En te zeggen: van nu is het tijd om samen te worden. Vooral onze architectuur heeft daar redelijk van honderd onze leden zou ik willen zeggen. De prins, helaas. Maar het is zo dat de muziek denk ik daar niet minder om heeft gegeven. Er zijn een aantal ministers gekomen die hebben gezegd: we willen eigenlijk
gebaseerd is op één tonenwerk. En later is het zelfs nog verder geabstraheerd, gezegd, nee, dat het is gebaseerd op één cijferwerk. Ik wil dat die ganse structuur eigenlijk allemaal verrekeningen zijn van die formule. En dat was natuurlijk omgekeerd van wat er in de wetenschap gebeurde, namelijk zoeken naar het kleinste deeltje. Dus het zoeken naar het atoom. Ik heb het ook serialisten, tenminste, in de oude tijd, dat was in de 50e jaren, over het atoom in Brussel, was een grote totem. En in de 58 werd er een beeld in toonstelling. Mensen als Stockhausen, die misschien bekend zijn, en Sinatus, dat was een minister, waren heel erg bezig juist alle mensen te falen, uit te schakelen. En toen diende de elektronische muziek zich eigenlijk aan als een mogelijkheid om te zeggen: ah, hier heb je nu een instrumentarium waarbij de componist direct aan de machinerie kan opdragen wat er gebeurt. Er zit geen violist bij die niet geconcentreerd speelt, omdat zijn haar interesse of vriend de aandacht voor problemen heeft gemaakt, of wat voor reden dan ook. Er wordt gewoon uitgevoerd met een solo. Precies wat er staat. En er kwam verder nog bij dat het sinustonen mogelijk moest zijn, wat dat werd beschouwd. De sinustonen was de meest elementaire voegen om. Als je daarmee ging bouwen, om eigenlijk iedere denkbare klank ter wereld te maken. Dus kortom, een soort reinigingsstructuur van muziek. Geen bedoeling meer alleen, misschien de kogels en kogels van de componist, maar de kogels van de mensen bij stil te staan. Dat heeft aan de ene kant wel desastreuze gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de elektronische instrumentarium. Dat is daardoor in handen gebleven van technici. En dat is jarenlang dus alleen maar toegankelijk geweest via formules. Dus je kon nooit gewoon aan één kant draaien en dan het hele muzikale gebied veranderen. Nee, dat veranderde een deeltje van de formule en door na een heel aantal bewerkingen ontstond dan uiteindelijk het muzikale resultaat. En dat kwam in latere jaren ook uit de computerrol, dat was in de 60e jaren. En uiteindelijk kwam het op een band terecht en eindigde het bestaan in een concertzaal waar we met twee of soms vier luidsprekers stonden. Dat wordt wel eens gehad. En een publiek wegzwijmend bij luidsprekers en kleine groepen inderdaad criterische soort yuppie blues. In ieder geval is er toch een groep mensen heel blij mee geweest. En is het voor ons nog steeds een probleem om over dat image van de elektronische muziek heen te komen? Voor de meeste mensen is de elektronische muziek vreemd ruimte, fabriek, illustratie bij enge delen van het film. Het dagelijks kun je zien op het moment dat het eng wordt op de televisie, elektronische effecten worden gebruikt, dissonanten. En dus alle verworvenheden van de nieuwe muziek uit de jaren 65 worden nu bij de grote die ingestampt op het moment dat er iets misgaat, angst gebeurt, dreiging is. En je zou dus kunnen spreken van een soort hersenspoeling als je er niet vanuit ging dat de klanten misschien zelf ook wel degelijk betekenis hebben. Dat is natuurlijk ook niet een blijvend geweest dat muziek wel degelijk een maatschappelijke betekenis heeft. Het stijfverhaal begint dus op het moment dat er een aantal mensen komen die zeggen: we willen gewoon muziek maken, we willen in een zaal zitten, we willen een muziek maken die inderdaad nieuw is. En dat nieuw, dat ging dan vooral over dat het een klankmuziek moest zijn. Het moet muziek zijn die gaat vertellen worden. Muziek waarbij het niet in de eerste plaats belangrijk is welke melodie mensen zich ontwikkelt en tegen welke andere tonen. Maar de muziek die zich ontwikkelt in een gebied dat eigenlijk nog nooit goed is onderzocht naar de betekenis van klank. En ieder kan dezelfde woorden uitspreken en ieder zal er een andere stemgeluid in. En als je dat abstract hoort, kun je ook uit ieder stemgeluid een hele verhaal van iemands karakter. Je kunt er ook nog een keer twee mensen worden praten, misschien zelfs door een deur heen of op enige afstand, niet verstaan wat ze zeggen, maar de combinatie van een timbres. En in de situatie moet eigenlijk toch wel horen waar ze het over hebben.
of wat er in ieder geval op emotioneel gebied tussen die mensen plaatsvindt. En als je dan nog iets van de context weet van het gesprek, hoor je vaak meer dan dat je werkelijk aan het luisteren. In muziek vertaald betekent dat je dus het gebied van de klank van de instrumenten zelf gaat proberen te besturen. Dus het gaat er niet meer om dat je die viool goed leert intoneren, maar het gaat erom dat je zou kunnen proberen die viool juist ook boventoon apart te sturen. Er zijn ook experimenten mee gedaan. Experimenten met spijkers en vleugels en tussenstappen in de draadjes tussen snaren om de kinderen te stellen. Vaak meer als rariteit gezien, maar als je naar de volkslijke locatie luistert, dan zie je dat je werkelijk proberen die klank van de piano te verbreden. Maar met elektronica biedt nu juist de mogelijkheid om weliswaar niet te leven aan de sinds, theorie, maar via allerlei nieuwe klanksynthese methodes om inderdaad de klank te beheersen. En hier zal ik ook wat persoonlijk worden. Ik vind dat zelf een heel belangrijk gebied, omdat je in klank voor klank is geen notatie, terwijl het heel veel betekent. Je ogen kun je dicht doen als het bij dicht is. Bij klank zit niets in je lichaam wat vanzelf je oren dicht laat. Er zijn ook redenen voor zijn mensen die zeggen dat het komt omdat klank in eerste instantie voelt. Toen wij nog hier waren, alarmfunctie had. En dat het daarom ook juist nog van was dat je tijdens de slaap klank kon blijven verwerken. Het is dus grappig dat je steeds bij klank ook bij angst terecht komt. En een van de uitdagingen is om door angst te overwinnen. En via klank gebieden te openen waar eigenlijk geen woorden voor zijn, waar soms ook precies ruimte is om iets in te vullen wat niet onder woorden te brengen is. En die behoefte heb ik zelf nogal om dat. Vanaf mijn school eigenlijk evenals wordt volgestopt met woorden voor dingen die je eigenlijk maar nauwelijks begrijpt. En waar je gewoon pas in de loop der jaren misschien een beetje pas begrijpt om je ervaring mee op te doen. Er zijn werelden achter de formele wereld waar op dit moment, als je daar aan hebt, interessante statements gedaan worden. Politicologen die zeggen dat zelfs als je een politici in de wereld en of je een model probeert te beheersen, dat het niet meer met realiteit te maken heeft. En het grappige is nu dat je als kunstenaar, en zeker in de 60, 70 jaar, dan gauw weer uitgemaakt dat iemand die niet van deze wereld was. En eigenlijk ook nauwelijks begin had voor wat van eigenlijk werk in de maatschappij spelen. Het grappige is dat nu die crisisgevoelens toch inderdaad doorbrengen. Mensen zelf wat door al die realiteiten van de maatschappij heen breken. En soms ongelooflijk gevoelig raakt voor geluid. Alleen ontstaat dat dan pas bij een psychiater dat ik ben. En niet in het proces gaan. Nou wil ik niet zeggen dat wij ervoor zijn om. Maar ik wil wel daarmee aanleggen wat een raar gebied geluid is. Het is namelijk niet beschreven, het gebied er is geen notatie. Er zijn bij een aantal partituren van zo'n muziekstuk van een beroemde componist, dat zeer voor aanstaande mensen, die platen voor aanstaande labels. Die partituren zijn allemaal achteraf gemaakt. We hebben iemand in ons bestuur, Thomas Beuner, die achteraf een partituur gemaakt voor een belangrijkste stuk van Stockhausen. De wereld was in de Moskou, dat is een veel meer gegaan. En het meest waanzinnige verhaal eigenlijk. Maar dat is juist een aardig iets. Dat geluid is dus een van de rare zwarte plekken. Dus de instrumenten die wij door het team of Stijn proberen te ontwikkelen, hebben tot doel een greep krijgen dat geluidsgebied. En dan is het duidelijk dat die greep, die moet je dus toch vertalen in opdrachten aan machines die in feite heel dom zijn. Ze kunnen het hoog, veel snel achter elkaar, maar de manier waarop de machines toch nu beladen moeten worden is van de domheid die we allemaal ervaren zouden hebben, die gaat aan een andere mensen in het bedrijf op zich naam. En die op de een of andere manier ook zeer remmend kan werken op zo'n creatieve proces. Nou, dat is eigenlijk het gebied waar Stijn zich heeft geprobeerd sterk te maken. Er zijn een aantal instituten waarbij
componisten en artiesten met technici in contact worden gebracht. En waar altijd ruzies ontstaan, problemen, een totaal gebrek aan communicatie tussen de techniek en de kunstenaars. Een heel principieel conflict tussen de formele structuur en het gevoelsleven, hoe je dat ook wel kan noemen. We hebben de meeste aandacht proberen te richten op het eigenlijk in dienst nemen van technici die bereid zijn aan de ene uiteinde bij een kunstenaar of een componist te gaan die werkelijk van niets weet en van een krankzinnig idee heeft dat het instrument dan zo moet daar dat geluid uitkomen naar het grote gebruik. Dus een kleine artistieke selectiecommissie die wel degelijk een beetje probeert een selectie te maken. En godzijdank krijgen we heel goed die beter aanvullen. Maar er is een periode geweest waar mensen echt kwamen van ja, ik wil dat het fluitketeltje steeds verder naar beneden zat. Als die in die tonen wordt gespeeld door die fagot, dan moet je een vorm opnemen. En als die tonen maar vaak gespeeld, is die ketel zo laag dat in de buurt van je stookpijn komt. En waardoor het keteltje dus wordt verwarmd en de water gaat komen. Dat is het eind van het stuk. Dus in de 60 jaar op de avond voor deze kerk. En we zijn nu, is dat wat veranderd, denk ik. En die veranderingen zijn op verschillende plekken. Dus we beginnen met de feit dat technici in dienst kunnen krijgen. We hebben ons in deze periode met voorgangers hebben we erg geliefd op de Nederlandse markt. Cultureel in die tijd erg benieuwd was als chef van Boeken en Wim Schippers en alle andere omgeheimen met meer zo bij horen. En vandaar ook die fluitketeltjesperiode. In diezelfde tijd werd ook een compleet symfonieorkest van de contactenkans voorzien van Jan van Klein. Wat in die tijd mislukt is, dat we een paar jaar opnieuw daarna dus vanaf doen. Ik heb met de mensen die nu werken geprobeerd om een bestuur te maken wat internationaal betekent. Omdat we op een gegeven moment begrijpen kregen dat er hier toch meer ervaring was opgedaan en een voorsprong was ontwikkeld op hele grote instituten op dit gebied. Bij grote instituten bedoel ik de Eerkamp in Parijs, naast de Saint-Pierre en de Fransie, maar ook het Mediamarkt van het MIT. En we ontdekten namelijk dat al die instituten nog met grote miljoenen verschillende computersystemen werken. Terwijl wij langer geld gebreken hebben op de maatschap en gedwongen waren met de allereerste personal computers te werken, dus eind 70 jaar of noord. En dat is een groot voordeel geweest, want die kon je dus gelijk al meenemen naar Folium, want dat is waar onze voorzienbaarheid achter. En die kon je dus ook zelf programmeren. Je had geen assistenten bij nodig. Je kon direct als componist ook gaan leren je in deze wereld te geven. Daar zal wel bij doen straks verder op ingaan. Om te laten zien van werken met computers dat het heel erg zien. Ik wil voordat ik dat voor heb over instrumenten zeg, heel kort nog de laatste jaren samenvatten. Die voorsprong die is nu heel moeilijk behouden, maar die heeft ons wel een positie gegeven die niet zo etherisch en artistiek en wezenloos is als soms dat mag lijken. Het is zo dat Yamaha in toenemende mate opklimmende, althans de rang worden ze binnen blij opklimmende teams die aan het voedselen om te kijken wat we aan het doen zijn. En het grappige is dat we deeltjes van die mee te denken over je wel aan een prijs kunnen geven en dat ze toch niet in dezelfde markt beschrijven zijn. Wij zitten in die positie dat we met overheidsgeld dus instrumenten kunnen maken die volstrekt alleen maar voldoen aan de wensen van één persoon. We hebben op dit moment Don Boega in huis, dat is een van de pioniers van de synthesizers, daar hebben we een Don nodig. En die kan je dus werk aanbieden en die ziet dus een stukje werk staan waar hij veel witte stijl achterover, omdat het voor hem ondenkbaar zou zijn dat je dat voor één persoon maakt. En dat had aan de ene kant gaf hem een heel moeilijk gevoel, omdat hij zelf tot
allerlei rare problemen en allemaal toestanden van zichzelf is gedaan om het te proberen te formuleren in de Amerikaanse markt. Ook wat sinds hij zich door de Japanners, als je zegt, collega's overgenomen. En die probeert ook juist informatie te monopoliseren ter wille van zijn eigen product. En terwijl hier juist de informatie, de ontdekking die we moeten publiceren, die gegeven, de regelwijze beschreven. Als we denken dat het geld in spieren is, dan doen we daar boven doen, maar niet de regel. Als je geld in de wereld verdient, dan ook de markt op handen moet hebben. En dat is volgens ons niet te maken. Voor een groep van 10 mensen een boezie maakt die dus heel verspreid is. En ook veel transport vereist en lokale stimulering. Het grappige is dus dat wij wel regelmatig dus worden bezocht door wat je zou zeggen topmensen uit de industrie, waar ook dus kleine samenwerkingen mee ontstaan, uitwisselingen. Wij krijgen nog een keer langzaam zeker toch via eigen speurwerk en inductie redelijk wat informatie uit het bedrijf los of van zijn belangrijk. Gooien we gelijk naar buiten in een circuit van mensen die gaan ook samenwerken. Voor wie altijd op prijs gesteld wordt in zijn. Maar dat is denk ik toch het geval van de positie die er verkeerd is. Dat betekent dus dat je een research kan doen die een ander bedrijf zich nooit kan veroorloven. Dat kan tot onzin leiden, maar het kan ook tot vindingen leiden die er dus wel degelijk gebruikt kunnen worden door grote bedrijven. We hebben onder andere bijgedragen aan de ontwikkeling van. De maan aan de synthesizer, het simpele feit dat niet alleen maar de normale stemming, de bol en verdierde stemming daarop te vinden is, maar dus ook allerlei eigen stemming en microfonale, in het geval daarvoor ook is een gezamenlijke inspanning van andere studio's. Het is dus ongelooflijk om zoiets simpels en muzikaal zo belangrijk in de concert te krijgen, dat er zo'n enorme moeite voor nodig is vanuit het artistieke kant. En het gevolg is ook dat wil je werkelijk de verantwoorde zaken doen, dat je eigenlijk wel gedwongen bent je instrumenten te ontwikkelen. Dus dat is de andere kant van strijd, dat kunnen unieke dingen doen, maar het is ook noodzakelijk omdat de componisten die er komen. Eisen stellen aan instrumenten. Instrumenten die dus in de hoofd werken zijn, die instrumenten voldoende aan elkaar. Omdat de grote markt niet zo kan. En als je alleen maar daar blijft voldoen, dan verandert er niets. En dan moet je toch ergens moet. En wat dat betreft is het dus heel belangrijke ontwikkeling dat we hier in huis dus zowel de totale freaks krijgen op computergebied, tot mensen van Philips en DMA en andere bedrijven. En aan de andere kant is het totaal Grieks op muziekgebied tot jou die artistiek leider van de Opera Stichting, die een grote samenwerking die is nodig met alles daartussenin. En dat is een heel bijzonder grensvlak, mag ik wel zeggen. Die leidt onze eigen gezondheid, soms wat ongestresst, wat het zijn. Zulke razende uitersten. Ik voel wel dat hier precies een harde grens ligt van een hele hoop maatschappelijke spanning. Dus aan de ene kant het strikt formele werk van de tekst, en aan de andere kant een poging van een aantal mensen om van iets moois te maken, wat mij de grootste wil zijn. Goed, zijn hier vragen? Ja, één vraag. De CIE-theorie is van verhaal, maar anderzijds is het gezegd dat de klanten die wordt niet beschreven. Maar je kan het wel een beetje beschrijven, en dat kan in elk geval een opbouw uitkomen. Nou, de CIE-theorie is gebaseerd op analyse met zo'n van voorbereiding. Als je omgekeerd dat gaat opbouwen, hoe je wat muzikale zin natuurlijk kan opbouwen. Dan blijkt dat het feit dat je een aantal sinusdoos op elkaar staat op en daar omhullende maken, uiteindelijk via een luidspreker naar buiten brengt. Die luidspreker is een stuk papier, daar hebben we een koffiefilter. Alleen het is
dat het goed uitgezocht en uitgedoord wordt natuurlijk. Maar het is toch niet hetzelfde als we zijn de sinus in dat we zijn bovenaan die aanvlak of wordt niet gewoon te simuleren. Maar juist het feit dat die uit luidsprekers moet komen en via de TV moet weer worden gegeven, wat natuurlijk een onderdeel is van die auditieve synthese theorie, zoals dat dan heet, dan beperkt het gelijk. Je hoort toch die stukken die dus in de rijden toch aan het puur met die stad hebben gemaakt. Dat is werkelijk zo herkenbaar als tekst. Dat hoor je. Jij kan nu niet. Maar als daar stukje van zou draaien, dan hoor je dat alleen dat is iets van een ruimtevaart doorspelen. En nou moet ik voor de eerlijkheid zeggen dat die luidspreker die een rol is. Als je een weergavemedium had, wat daar niet zo filterend in werkt, dan zou het opnieuw moeten bekijken. Dus op dit moment is dat niet zo. Is het uitvoerbaar om er nog geen technische middelen zijn die aan de boeren aan het veranderen is in de zetting van de film? Ja, dat is denk ik een artistieke zin. En het is niet een poging om met acrobatie of achterbaan te komen. In een artistieke zin wil je bij een geluid zijn, wil je een geluid ook kunnen halen, bijna letterlijk kunnen kneden. En de manier waarop je dus een enorm aantal sinussen zou moeten kneden. De vraag is dus zoals we ook in de acoustiek of werkelijk die verhoudingen van sinussen wel bijvoorbeeld de speciale weefsel van de klank uitmaakt. Heeft dus dat je twee kanten de bediening van sinussen brengt voor de mensen die dus een vertaling vanuit een volstrekt niet muzikaal domein naar iets wat dan weer muzikaal zou moeten zijn. Terwijl er ondertussen natuurlijk andere synthese worden gevonden, die gelijk veel dichter bij het patroon zitten van wat de klank is. Dus dat je minder uitgaat, maar dat je gewoon eigenlijk een blokgeluid omzet, zoals in samples gebeurt, dat je eigenlijk geluid opneemt binnen de computer gebeurt, vertaald in een digitaal golfje, in de lucht. In ieder geval dat je dus binnen een computer het geluid opslaat als een tabel van cijfers en dan later als geheel weer gaat kneden. Het ziet er naar uit dat voor artistieke doeleinden dat veel meer voldoet. En dat moet ik er steeds bij zeggen. Ik denk dat strikt theoretisch is het mogelijk aanvechtbaar of sinds wel of niet alle kanten kan zitten. Dus er wordt op dit moment een poging gedaan met filters. Dus we zijn daar als een niveau van filter en die filters later als een soort masker te gebruiken waardoor je de geluiden heen stuurt. En dan komt er eigenlijk alleen maar de resonantie van die eerste klank doorheen. Dus op die manier is dat eerste, de oorspronkelijke klank een soort stempel, een soort mal waardoor je later een heel breed soort geluiden instuurt. En dat komt er voor als het zelf oude geluid uit. Dat is iets wat gebaseerd is op die sinustheorie, maar wat via een filterperspectief wordt uitgevoerd. Maar ik vind het zo. Ik vergeet het niet. Meer vragen? Oké. Nou, mijn verhaal. Vader, om te beginnen, die als naast de tijd die aan de toenmalige Christus Vriendenpistolie, dat is ook een scheikundige lampen, thuis centenamateur was. En zich van wat voor huis redenen dan ook regelmatig in zijn teruggetrokken en daar alsmaar aan een ontvangers zag draaien en daar kwam ineens bezigloos de piepjes en zongen uit. Ik herinner dat het jouw brief hier was dat we daar nu nog nergens aankomen. Vanuit het land van de grote bal aan dus. Maar hij vertelde me wel dat alle vrienden geluid van heel ver gaan. En heel ver was natuurlijk volgens de overkant iets wat achter de overkant van de straat lag. En misschien zelfs wel verder de peuterschool.
Dus dat er was een soort wereldbeeld van die geluiden. En ik weet niet of dat de media veel los heeft gemaakt of dat wel iets was, maar het zijn herinneringen die niet weg is. Niet dus dat je via je ogen de wereld weer hebt, maar dat je juist via geluiden heel ver kan horen. En voor een korte golf in die tijd, als het door het geluid in jouw STT-exercies, vol met een waanzinnige gonzen, hele mooie gonzen die al heel geschreven waren. Toen ik iets ouder was en in de kamer naast het vliegtuig gepost was, ook zo'n echte ontvangmakering mocht hebben, had ik het gewoon op s'avonds heel vaak aan het draaien en op ogenblikken bij de oude gonzen gewoon in slaap te vallen. En soms s'nachts wakker te worden als bij de andere berichten werden uitgezonden en het geluid was veranderd. En ik denk dat het probleem met ontvangst was dat je dus, je kon alleen maar langs de geluiden heen gaan. En die geluiden waren dus een contact met de deur, maar je kon er eigenlijk niet ingrijpen, je kon het lang niet veranderen. En ik ben in de loop der jaren, dus ik heb als journalist van de vierde korte golf ontvangen gespeeld. In de loop der jaren ben ik vanaf de korte golf ontvangen gespeeld via een groot omweg, namelijk het overmaken van een piano. Die oude en die liedje werd gespeeld en waarbij de speciale microfoons door die snaren liggen, waar ook de meest waanzinnige geluiden bleven ontstaan, die normaal niet konden wel via de speciale. Dus eigenlijk zo'n combinatie van mechanische klanken en dan microfoons erbij. Via die ene manier ben ik in eind 60 jaar uitgekomen in de Kostroom in Haag, waar de draaimakerstoel in de studio net al opgericht. Die heb ik letterlijk via een ingang neergehaald, er was nog niet echt een cursus op dat moment. En ik mocht daar in die studio met een klassieke studio apparatuur spelen. Gewoon een grote sierskanaal, een band. En die moest je dan die man weer heen brengen, want daar ben je dus niet meer bezig. Een heel opwindende bezigheid, moet ik zeggen, maar uiteindelijk het luisteren was altijd een saaie bezigheid. Ik heb een instrument gebouwd waarbij je die bandjes korte loops kon maken en daar op die lussen. Had ik een heel compact bij geluidapparaat en die lussen spannen tussen statieven. En ik zat op de podium tussen die lussen, speelde ik als daar die lussen af. Door ze met de hand te bewegen langs een leeskopje. En ik was dus een soort levende band geworden. En met pedalen kon ik het volume leveren. Daardoor kon ik dus, door die twee lussen gelijk waren, ook één klank dus bijna continu spelen. Dus als een pianist ook met één noemer gaan leren. En door die klank zit een hele beetje te schuiven, kon je die klank heel langzaam laten veranderen. En dat was een heel erg raar gehoef met de reis dan met twee statiefjes en een paar draden en pedalen en bandflesjes. Dat was wel een chance. En toen begonnen dus de problemen bij de douanes en die dergelijke landen. Dus altijd een uitleg gebeurde van wat is. Dat is wel de laatste jaren al toegenomen dat al die instrumenten wel een bommen kunnen bijen. Dat is een heel probleem, want de vraag is of je ook kunt spelen. Als ik daar de stad van muziek om vraag. Dat was dus inderdaad geen ABBA. Ik heb daarna instrumenten gemaakt die hebben geleid tot heel contact gezien. Een instrument als een soort speelgoed als gevoel. Waarbij je moeilijk een kleine synthesizer die wordt gemaakt. Vooral pestherrie veroorzaken. Maar waar ik dus ooit in de televisieuitzending een meisje echt waanzinnige vogels hebben te horen laten. Mensen die heel klein mensen die daar heel veel spel mee deden en hun vriendinnen. Het valt dus ook dat in de oude steen, voordat we hier kwamen, hebben we er 3000 van gedaan. Er is nooit wat mensen, het zijn pure mondreclame. Zijn die toen voor 25 en later over 30 of 35 euro verkocht. Daar hebben ze natuurlijk ook nooit aan verdiend. Maar het was wel angstzinnig dat is enorm verspreid in de graagdozen. Dat is een heel erg een begrip. En ik ontmoet nu mensen die daarmee op school overhoofd zijn en die op school is in ons geval door een hippe docent. Die bij ons is de 10 al gehaald om boven deze te plagen.
lijkt een, dit was een spelletjesversie. Oh. En ik nooit meer precies hetzelfde. En daar is later dit model ontwikkeld. Deze voetbalekening van Jan jaar en een jaar zit er nog bij. Ook een ver verleden zo van harte. En maar deze hier heb ik een hele verleden in de Verenigde Staten mee. Maar het grappige was dat je, als je dat zo'n grote installatie aanspreekt, dat er in die tijd waar de zichtbasis met ik ben gespannen, dat wij eigenlijk best wel net zo deden als al die grote dozen met lichten waar Jean-Michel Jarre mee opgaat. En bij de meeste ook vooral van de Stoniërs. Dus daar heel veel werk was eigenlijk heel klein, maar ik vond het wel een heel klein school concert te doen. Plus dat je dus inderdaad in hotels en in het vliegtuig daar ook op kon spelen. Dat is ook een nodig in de tijd. En dat was de idee dat ik graag wilde. En toen vond ook in de muziek een soort digitalisering van de klanken plaats. En dat is voor ons een heel belangrijke stap geweest. Het belang van computers in de muziek is, wat mij betreft, belangrijk dat je machines veel meer kunnen onthouden. Vroeger, op ARS is het gezegd, dat je al die standen zelf instellen en dat was dan één klank. Wil je een andere klank en dan spreek je ook hier weer andere klank instellen en dan kun je dat weer toets gaan spelen. Nu sla je al die standen op, die standen worden soms niet eens door jezelf gemaakt en je moet het ook van computer dit daarbij laten assisteren. En dus de klanken en reproductiemogelijkheden van klanken zijn enorm toegenomen. De beheersing van klanken begint toe te nemen. Dus het idee dat dus, wat voor synthese methode we dan hebben gedaan, die klanken dus op een of andere manier kunnen bedienen, dat begint nu eigenlijk pas te komen. En dat is een belangrijke stap, want die machines zijn dus al heel klein. Deze computer die had zo'n 15 jaar geleden. Dat denk ik alweer de hele pand gevuld. En dat is super ongelooflijk dat ik met zoveel kracht om in haar en naar boven te gaan. Nou worden in een aantal gevallen computers gebruikt eigenlijk ter vervanging van bandrecorders. Dat is iets waar wij niet mee bezig zijn. In mijn geval zijn computers die dienen eigenlijk voor twee zaken of drie zaken. De opslag van ideeën. En de vertaling van de lichaamsbewegingen, stammen, allerlei sensoren, dus eigenlijk waar data-acquisitie wordt gedaan, dus informatie van de sensoren wordt verzameld en vertaald naar iets muzikaals. En dan wordt het direct naar de muziekinstrumenten toegespoeld. Dus, en dan het de derde is dat ik computers gebruik als orakels. In die zin dat ik aan een kans geschreven waar ik wat aan kan voeren. En dat heb ik in de zoveel jaren gezegd, dat ik horen en vragen. En het programma geeft me daar varianten van terug. Het grappige is dat ik in de loop der jaren ook de varianten die ik heb gebruikt, heb ik naar teruggevoerd. En dat programma houdt dat bij en volgt me daardoor ook een beetje in mijn keuzes. En het lijkt soms net of ik anticipeer van wat ik ga doen. En dat is lijkt me ook wel een keer dat in België gebeurt. In België gasten zullen ook bepaalde dingen heel erg hebben werken, maar op andere manier ook helemaal niet. Ik denk dat de belangrijkste functie op dit moment is dus de reproductie en die vertaling. Dit kan allemaal gebeuren omdat synthesizer fabrikanten zich hebben laten verleiden door elkaar om eigenlijk een onderwaarde te nemen. Nou, tijdens een spontane bijeenkomst tijdens een producer in Vestaan, tot een standaard. Bijna alle synthesizers die zowel in Vestaan als in het land en andere gebieden van de wereld op de markt worden gebracht, houden zich aan een code. Je zou kunnen zeggen, een soort synthesizer experiment. En dat heet MIDI. En MIDI is een soort netwerkprotocol. Tegen dus een soort standaard van hardware en van codes waarin die machines met elkaar kunnen worden verbonden. Dat betekent dat normaal is dit kistje dus onderdeel van een keyboard, dus daar staat zo'n toetsenbord voor zoals die daar nu
Maar in dit geval kun je gewoon via een kabel die informatie die van zo'n toetsenbord afkomt en toevoegen kun je op afstand sturen. Dat betekent ook dat je dus zelf een instrument kan maken dat je bij een andere doet. En je weet de computer, wat dan in dit geval een rugontvangst, kan je die informatie vertalen naar die codes waarmee je dus als het ware dat simuleert. En ik zal dat maar gewoon doen. Het ziet eruit als marktwerktuigen, maar degene onder die video spelen en zeker professionelen die wij kennen, hebben hier allemaal toch aan bezig te groeien in de neiging. Dat wij kunnen met alle moderne ergonomische ervaringen, is het nog niet echt instrumentenontwikkeling niet helemaal pijnloos lijken. Misschien dat het ook wel niet moet. Misschien moet dat muziek maken ook juist wel, niet dat ik echt wel dat je alleen maar vanuit lijden moois kan maken, maar ik vrees dat het een beetje waarheid wel inschiet. Maar dit lijkt wel heel erg orthopedisch. Ik heb hier heel veel concerten al meegegeven. Ik moet zeggen dat het na een tijdje nergens niet meer. We hebben nu wel versies die er allemaal zijn, maar dat zal ik zo laten zien. Ik heb hier wat klanken die limitatie. Soms in een generatie van een soort concreet als de woorden, ik kan mensen schelen, maar het is niet van belang dat de demonstratie heeft een aantal functies daarbij. Ik heb de afstand, die wordt gemeten hier tussen een soort sonarverbinding, een signaal gezonden en de tijd dat het signaal van de verbinding is. Waarde. En die waarde bepaalt als je dichtbij zit, dat het samen is met elkaar. Als ik helemaal goed zit richten, dan gebeurt er niks. Dus ik kan de waarde vasthouden, maar ik kan dat ook veranderen. Door bijvoorbeeld een andere functie die ik nodig aan elkaar geven. Nou, als je merkt dat deze synthesizer niet traag reageert, maar ik doe maar dat we eigenlijk niet toekomen blijven. Want dat zijn wel weer andere gekke problemen. Ik kan binnen één positie in een octaaf een stuk op anderhalve. Dus ik kan bijvoorbeeld deze heel laag zitten en heel hoog. En wat dat betekent, wat dat veroorzaakt, is een verzameling kwiksensoren die de positie van de handen doen. Dus ik kan zo'n aantal octaven op beschikking. En ik kan dus op die manier het afopgaven. En ik kan daar door elkaar heen. Ik kan ook echt simpel schudden met elkaar. Dus puur door die simpele bewegingen te maken, dan is dat echt geen is het zo dat ik heel aan de vrouw heb voorbereid
wordt nu maar één tegelijkertijd. In het stuk waar ik de afgelopen 2 jaar mee opgetreden. Het is wel heel gek met synthesizers. Dan ben je een soort dirigent van een virtueel orkest, zou ik zeggen. En dan kan ik enorm veel partijen op tegelijkertijd spelen via verschillende instrumentaties. Maar ik laat dus nu even in een synthesizer voor. Maar ik kom dus ook hier de vergeleken bij andere klavieren, die eerst nogal de dag van zo'n lichtschakelaar, dat is van aan en aan en ver, niks er dus in was dat te doen. Ik zal snel overspringen naar de volgende fase. Dat is een instrument wat is gemaakt voor anderen, want die anderen zijn erg kleine. Dit instrument dat lijkt is al niet meer die haar zit aan de boom. En daar het is niet aangesloten. Dit is een beetje wat ze proberen te controleren en het stuk dat we gaan spelen. Dat ze net spelen we gaan gebruiken. En dat daar zitten allerlei sensoren op. Dus deze zuursensor, er zit een dubbele sonar, er zit ook een kringschakelaar. En dit is gewoon iets makkelijker voor verschillende mensen bezig waren met de luchtsensoren. Dit is eigenlijk dus de eerste versie die nu een beetje een serie wordt gebouwd, een serie van 6. Dus. En waar met name de studenten die daarmee worden afgestaan. En dit is dus een tussenfase. De kern van het systeem is een bordje. Dit is een compleet computersysteem met een kracht vergelijkbaar met de meeste pittige desktopcomputers, maar puur gebouwd van muzikaal doel. En dit is het formaat waar hier dus het werkafstijl zouden worden ontwikkeld. Het hele printontwerp wordt hier gemaakt, dus het maakt van dit zelf op de lucht wordt uitgesteld en verder wordt het eigenlijk allemaal in huis gedaan. En er is een dedicated speciaal voor een bepaalde gebouw. Dat is de kern van wat hierin zit, dat er weer in de vertaalwoord zit die bij het instrument hoort, en wat ook weer een onderdeel is van het werk. En het werk zal ik weer beëindigen. Het moet echt een grafisch opgeven. Wat ik zelf een belangrijke kracht van vertraagdozen, waarbij dit niet het meest overtuigende bewijs is, maar was dat een ieder zonder enige kennis van wie zijn vingers op kan zetten. En van op gevoel eigenlijk eventueel een virtuositeit kan ontwikkelen. Het zou zo denken als je een instrument zou maken van met deze bereikbaarheid en toegankelijkheid, maar met een hoger muzikaal gehalte. Dat je eigenlijk het ideale elektronische muziekinstrument zou hebben. Ik vind niet dat dat opgaat van de handen, maar hoewel ik zelf zou kunnen leren spelen en daar veel complimenten voor heb gekregen, zou ik maar zeggen. Maar eigenlijk vind ik het zelf toch een soort onding, omdat je toch een veel bedenken. Ik zie vooral met mensen die de studenten die lesgeven op de Hofburg in Basel en in Den Haag, dat denkwerk overheerst. En terwijl het heel belangrijk is in het begin het voelen, het contact maken, eigenlijk zonder te kijken, belangrijk is. Ik weet het ook niet onder mensen zijn die golven of vliegen, maar ik heb beide zaken uitgeprobeerd de afgelopen jaar. En dus in beide gevallen zit er een heel belangrijk moment. Het is pal voor de landing is het moment waarbij het vliegtuig niet meer vliegt. Waarbij je eigenlijk de draagkracht eruit hebt gehaald en waarbij je eigenlijk precies op dat moment op grond moet lopen. Er is geen vlieger die zegt dat hij altijd een perfecte land gaat. Er is niemand, er is op dit moment nog bijna geen machine die hem kan maken. Ik denk dat hij is dat wel, maar hij wil nog niet verder doen. Maar er is een moment
waar op puur het gevoel werkt. Waar het is een combinatie van waanzinnige intelligentie natuurlijk, maar niet van bewust sturen, dit en dat. Het is ook iets van juist de boel loslaten en uit een soort ervaring, uit ooghoeken iets laten gaan en dan blijft het ook weer goed te gaan. En het grappige is dat ik heel wat kritische situaties heb meegemaakt, zelf over me heen, die dat zelf verhaal hebben. Juist omdat we het land hebben, en nou moet je niet meer vergaan, juist gevoel krijgen. De golven zit datzelfde moment in, dat is dat opspannen. En het grappige is dat het altijd doorgaat voor sport, voor het management en de top. En wat voor hoop mensen juist het management een als stress. Gevoelige groep is en dat het dus eigenlijk ook juist de sport zou zijn, maar niet voor je groep. Omdat als je het doet en je gaat meppen, dan is het weg. Het grappige is dat ook daar je heel langzaam die kracht opbouwt en wij zitten bewust krachtontwikkeling in, maar op het moment dat die swing gemaakt wordt, moet ook alles losgebracht worden. Moet je eigenlijk gewoon in een soort bijna nog gecontroleerd, eigenlijk alleen maar in de zen, die natuurlijk goed beschreven, geestestoestand, die moet laten gaan. En degene onder die ik heb, op het moment dat je gaat sturen, dan kun je eigenlijk aan de koers van een balletje de onrust in je binnenste wel meten. En het grappige is dat het dat soort processen zijn die in de muziek eigenlijk constant aan de orde zijn. Dat je een bewust sturen helpt niet. Het is iets door heel vaak te doen. En een goede muziekleraar zou iemand meestal zinnig aanhalen, ter bijna om de aandacht af te leiden, maar juist iemand proberen te forceren zich alleen maar over te geven aan het gevoel. Omdat daar iets zit wat blijkbaar normale, formele kwaliteiten soms overtreft. Ik zeg ook soms, ook in de kwaliteit soms. Om daar bij te komen, heb ik vanwege een instrument dat heet het web. En dit is het allereerste prototype. Dat is nog een zeer korte vraag, het is ook nog helemaal geen instrument op dit moment. Maar het gaat om het volgende. Als je een web hebt, dan en je raakt op één punt dat web aan, dan wordt de spanningsverandering wordt over het hele web gedistribueerd. Op sommige punten, zoals hier, wordt die spanning neemt af en aan de andere kant hier neemt die toe. En dat is afhankelijk van de mechanische structuur van het web, is dat op iedere plek anders. Als ieder van deze draden een sensor bevat, dan kun je dus iets doen wat mensen dan, laten we zeggen, zo'n soort schakelklavier, wat het meestal robots zijn, synthesizer, kun je niet doen. Sorry, ik zeg het hier. Wat dus daar niet meer kan, kan hier wel weer. Het is namelijk een hele simpele handeling, namelijk de levende hand. Een heel complex patroon van verandering met deze handeling. Dat betekent dus dat als al deze sensoren zouden worden doorgebonden met een soort software, wat bijvoorbeeld misschien met die sinusgeneratoren best zou werken, of met een andere complex klankgeneratiesysteem, dan zou je dus inderdaad klanten kunnen kneden. En je zou kunnen leren op het gevoel van kijken waar het zit. Het grappige is dat je een heel complex netwerk hier hebt. Want als je dat door een computer zou laten berekenen, dit soort relaties, dan heb je een vliegmachine nodig. En dan kom je ook in tijd niet uit. En dat, het grappige is dus dat je nu in een zeer veel uitstekende computertechnologie dus hier terechtkomt op mechanische oplossingen. En er is veel belangstelling vanuit een aantal ministeries, dan in Europa, en ook hier in Amsterdam. Omdat dit idee dus ook gebruikt zou kunnen worden voor het besturen van wereld, tegen de machines en andere zaken. Maar het idee is dat je met een heel simpel simpel handeling kan je heel veel dingen tegelijkertijd veranderen. Nou, ik heb daar een paar hele eenvoudige voorbeelden. In dit geval is iedere draad stuurt een bepaalde toon af. En op een bepaalde kant.
daar is het natuurlijk nog veel te groot voor. Maar... Ik zal nog even over doen om dit opnieuw te laden. Thank you.
Dit wordt getriggerd dus door zo'n snaar, waar we die snaar trekken. Dit door aan een andere snaar te trekken. Dat zou weer zo doen, want het is bij deze is precies omgekeerd. Op het moment dat ik ze een beetje indruk, beginnen ze allemaal te lopen. Als ik ze dan loslaat, houden ze op. Maar op het moment dat ik dadelijk indruk en blijf drukken, worden ze opgehouden. Dus hoe meer ik druk, dus iedere keer dat er een verandering van die spanning van zo'n snaar plaatsvindt, wordt eigenlijk dat de uitvoering van dat linkje, van de Engelse benadering, de fontie, dat wordt tegengehouden. Dus hoe meer ik druk, hoe rustiger het wordt. Dus hoe meer ik doe, hoe stiller die muziek wordt gehouden. En dat is een fantastisch idee. Dat is echt. Achtergrond. En
gegeven moment ben ik uit het geval met die vriendjes in aanraking gekomen. En ik kwam tot ontdekking dat het creëren van zo'n programma waarmee je muziek kan maken, mij eigenlijk net zo'n creatief proces is als het muziek maken zelf. En nou, deze combinatie was voor mij een ideaal eigenlijk. De eerste programma is eigenlijk toevallig ontstaan. Michel van mij vraagt om een programma te schrijven waarmee de klanken die hij maakt voor de zinterlijke zijn, die te kunnen veranderen. Het is namelijk zo, je moet zo'n synthesizer, dan kan je een aantal klanken opslaan. En je kan die klanken in principe vrij programmeren. Als je zo'n ding koopt, dan verbindt het zich naar een hoge geluid in. En deze geluiden die worden door eigenlijk de meeste muzikanten gewoon allemaal standaard gebruikt, zonder dat ze het verder zelf kunnen doen. Maar er is vrijwel alles in zelfs de mogelijkheid om de klanken te gaan veranderen. Dus je moet je eigen geluidsorganisatie gaan maken. Michel is daar altijd heel erg mee bezig geweest. En hij had ook een paar synthesizers in die tijd, waarmee je die geluiden alleen maar kon veranderen met een hulp van je computer. Via was het bekende MIDI-kabeltje, dus het is een communicatieprotocoltje, kon je dan die klank programmeren. Ik heb toen een poging gedaan om zo'n programma te maken. En wat voor hem op een gegeven moment heel belangrijk was, was dat wat hij doet met de handen, namelijk dat hele snelle repeteren van die noten, dat het ook gesimuleerd kan worden in die software. Dus ik had iets verzonnen en dacht, nou als ik nou zo'n kleine stukje van het scherm reserveert, als je aan de muis had, dan kon ik het niet weten. En ik deze muis gebleven en ik daar dit doosje met wat dingen mee in huis. Als ik dan snel heen en weer breek en gewoon zo'n knop indruk, dan wil ik dat het hele snelle repeteren van de noten wil ik vervolgen. Omdat we ontvangen, heb ik een systeem gemaakt waarbij je eigenlijk
sort of bridge that process that was the minimum better. And I'm trying to say the thing, no one knows it, you go on, and no one needs to go on, because you can't affect it in the whole thing pass, as you build a safe insurance instead of a minimum. And we will all go with the goal of coming in cell. And you probably come home with a set of fear of this choice. Thank you.
Dit programma is, zoals wat Michel ook al noemde, heel veel programma's op familiegebied die telkens gemaakt worden, vallen in de categorie zogenaamde sequences, wat eigenlijk niet meer is dan een computeriseerde band te worden. En zogenaamde klanken-editors. Dat is eigenlijk de hoofdmoot wat betreft software voor de minimarkt. En er zijn ontzettend veel sequences geschreven en bijna allemaal doen ze hetzelfde. Je kan een partijleven, kan je dus opnemen. Pas als je een vijf opneemt, zijn die minicodes, die mensen zijn helemaal niet geluisterd. Je neemt puur de codes op, je kan je sturen naar die sequences. En die minicodes, dan kan je gaan zitten editen. Dat zal je dan veranderen als je dingen niet goed in de partij hebt gespeeld, maar je ze netjes in de tijd gaan zetten. Noem maar op. Maar als je uiteindelijk helemaal klaar bent met wat je hebt willen maken, dan is het een kwestie van druk op de startknop en die hele zaak speelt. En daarna doe je eigenlijk niks meer aan. Ja, je zet het op een band ergens in. Of je brengt het uit op een plaats of zo. Dat gebeurt in de volgende. En zo is het zo'n beetje. Nou, dit programma is natuurlijk heel anders. Hiermee gaat het meer om dat je toch niet meer muziek maakt met het programma zelf. Om dat toch een beetje te moeten komen aan mensen met sequencers, is er een mogelijkheid om alles, zeg maar, wat je speelt in een link, om dat kan je opslaan op een schijfje. En dat wordt opgeslagen in een bepaald formaat dat bijna alle sequencers kunnen lezen. Dus je kan later dan een sequencer opstarten en die hele zal je daar weer inladen. En dan kan je dus nog een keer zien dat je sequencer door een stad aan gespeeld hebt en van een bepaalde dingen dan kan je ervan zitten veranderen. Dus op zo'n manier is er toch nog geen communicatie zeg maar, tussen de twee programma's. Toch weer meer dingen kan doen met de beperkingen die ze hebben.
zei, een grote markt in die software is de zogenaamde voice actors. Iedere zintuig van die klank kunnen ze versturen weer via meeting naar de computer. De parameters dus die bepalen hoe dat geluid doet. En de computer kan ook weer informatie naar de zintuig sturen om dat geluid te veranderen. Dat gebeuren is eigenlijk puur bedoeld, deze overdracht is puur als een bibliotheek gemaakt van geluiden die je hebt gemaakt. Maar het is eigenlijk nooit de bedoeling geweest van zintuigfabrikanten dat je dat echt tijdens de performance gaat doen. En het was altijd zo dat je drukt op een knop en je hebt een bepaald geluid en wil je een ander geluid en druk je een andere knop in en dan heb je een nieuw geluid. En wat mij nou juist heel erg interessant leek, is om te proberen die klanken tijdens het spelen te kunnen beïnvloeden. Dus wat ik eigenlijk doe is, met behulp van dit programma kan ik in dit specifieke geval op het toetsenbord te leunen, kan ik mijn klank eigenlijk continu editen, waardoor die ook continu verandert. Thank you.
present in the meeting. Give your word to my sponsor. I'm Joel Ryan. And I'm more or less the project director. So the person has to deal with the artists. And I thought I should say a little bit about what this time is. I'm sorry I asked you to speak English. I'm from California, I'm from Georgia, I'm trained as a physicist, but I've been doing engineering for about 12 years. So I've seen it from now all the time. I've seen it since the beginning, since the mid-70s. And Stein is a really interesting place. It's a unique studio in the world, actually. There are very few places to do something that Stein do, and I'll try to explain a little bit about what that is. But I should say how Stein performs in the community of artists. What we're here for is to translate technology for artists. And artists are like everyone else in society. There are people for whom computers are a great mystery or a nice way to write letters. The computer is very familiar. When I first gave these talks, maybe 8 or so years ago, it was always a problem because no one really ever had any contact with computers. That's not the case here. Almost everyone shows my instant computers. And that's it's quite a different thing now. But the problem is that the use of computers in art is very different than it is in say, highly developed uses like science and now business. Business is one of the chief users of computers. And they have a very clear idea how they want to use it. There are stretching programs and looking at programs and processes and all the problems that they bring to work. And all the pressure that brings to power. But what we do at Stein is we try to provide an environment for doing research and for bridging the gap, which is something that's very difficult to do between the engineer and the artist. And so it's an unusual setup. We have a place where artists actually live here at Stein. We have 2 or 3 or 4 little hotel-sized rooms upstairs. So we can invite people who don't live in the area to come and share what they know and to learn what we know about instruments and music with machines or with artificial intelligence. And so in addition to this, we have studio, we have a recording studio, which is also a place to listen to the music, because the person who makes music with electronic means, they have to have an instrument to listen to. A very good sound system. The typical sound system that they use in a concert hall these days, electronic musicians, they rub their hands up and tear their hair out because it's just not what they would like to hear the music played any more than a pianist would like to play an old Vita, upright piano instead of a beautiful sound or something like that. So we provide them with some good tools for their ears. We provide them with an environment full of interesting engineers. We have 2 software, full-time software, and 2 hardware people who make instruments and make software for artists and musicians. And I should say, it's not just music that we do here. We also work a lot with visual artists. Because it turns out, for one reason or another, the visual artists tend to be often a little bit more aggressive in their use of technology. Musicians are trained to be conservative. They're trained to do what's been done before because that's just the way the music has to be taught, perhaps, at least the way it is taught in conservatories. Whereas artists, of course, are encouraged to be crazy. That's the way they're taught in their senses. So we often get a lot of interesting ideas from visual artists and video artists as well as from musicians. Though our main interest is music, mostly because most of us are really, that's what our interest is. People who are in the traditional system. And but I would like to say a little bit more about the computer and this cultural domain that we're talking about. It used to be, like I said, it's an old time in the computer. It used to be, I used to have to explain to, say, an audience of musicians, why they should be interested in using computers to help them do their music. Well, that's not such a problem. These days, because it's kind of a fait accompli. I mean, there are computers in everything, not just in music. So why complain? I mean, your CD player's got a computer, and you're pretty soon
toast and have computing rooms. So that's not your problem. Maybe reversing it to the other is really another way to look at it. Is why should we be using the computers? I mean, do you want to get your computers? Why do you want us fooling around with your computers and making music with them when they do perfectly well the kinds of things computers should do, which is to write urine reports for automatic or something like that. But I think I can justify it very, very well, because in the tradition, I mean, I've been involved in computers since I was a child in the 70s, and in America. And I lived in California and had the advantage of always being near computers. That's where they came from, so I watched how they developed. And it turns out that there's always been a presence of music on computers since the very, very beginning, since, say, the 50s. And the reason is that music is a very difficult thing to do with computers. Simple as that. It's not easy, but it's hard to do. And so it attracts people's attention. And the other thing is that you can tell when you hear it whether it's interesting. In other words, it's like cooking. It's a rewarding thing to do. It's something to do it. You can taste it. You know, it worked. Right? So a lot of things you do with computers, you really don't really know whether it worked or not. It's a bit of an ambiguous area. You know, you print out a lot of paper and put it in this direction, and hand it to a lot of people. You're still not sure if you did anything. But when you make a piece of music, you can hear it right away, and you can use your intuition, your sense of taste, to judge whether it was worth it or not. And that appeals to a lot of people. But again, I think the strong reason is that it's a difficult problem. It's very difficult to do music, to do anything just with computers. And so some of the best minds in computers have been interested in music and are still interested in music. And that's just a fact of life. And a lot of what makes computers available for everybody today was a product of artistic people being involved in the process of making computers in the early days. And it's important to know, I think, because to a certain extent you see computers as very, very nicely made, professionally looking objects. The guy who invented that computer was a guy in his garage in California who was not trained to make computers because there was no such thing as a personal computer. There were big, $1 million computers. But he wanted one of his own, and he wanted one that would cost $1,000. And so he went out and put together the ingredients that no businessman and no industrialist could conceive of being interested in doing, and made a personal computer. And he wasn't, let's say, he wasn't trained as a computer person. This is true of Apple computers, Commodore computers, Atari computers, all of the major names in PCs. Inception, because that is much more of Johnny come lately. IBM jumped on about 7 years after the invention of the personal computer. He said, oh, well, we better get in on it too, because it looks like it's taking over. But the original three, Atari, Commodore, and Apple, and a few others, which are quite a few others, which have disappeared, were all made by, you might say, amateurs. Not in the sense that they weren't educated people, they're highly trained people, but they weren't trained to make computers. They're trained to do other things. And again, I think it's important to have unusual people like artists, that's unusual people, involved in high technology, because that's what drives the technology, that's what makes the original, that's where the original ideas come from. A company like IBM is never going to invent anything better than a faster memory chip, because it's just a different sort of organization, the motivation is different, the structure is different. But a man in his garage with a strange idea, it could be a desire to make music with machines, is going to come up with an idea that's not. For example, the CD player is a product of musical technology from the 70s. All those ideas came out of music studios, music computers at Stanford University, not out of what it may seem now, some Japanese mega factories and like that. Of course, Japanese were brilliant in adapting it to a consumer product, but the thing is they had something delivered to them by these so-called amateurs. And so Stein, oh no, that's a bad word, amateurs. We're not claiming that we're amateur composers, amateur artists, but we're saying that our approach to technology is idiosyncratic, it's different, it's not taking it as it is, but always turning it upside down, looking at it, twisting it, taking it apart, putting it back together again. Because why? Because our motivations are twisted. That's why we're artists.
our desire is to see a funny way of looking at things, and we'll find a different way to look at things in the world. That's our utility in society, is that we're not bound to look at things in a conventional way. And so in a sense, society benefits a great deal, I think, from this kind of conflict. I can think of a strange example, and maybe it's a very bad one, but in studying physics, I also studied philosophy, I studied medieval philosophy, and realized, with the help of a very famous philosopher of science, not my idea, he pointed out to me that the medieval monks, in formulating ideas in theology, were actually laying the groundwork for field theory in the 19th century. But that means that in other words, the theory of waves in the 19th century is very similar to the theory of the number of angels in the other hand. So in the 12th century, monks are speculating about how can something, how many things which take up no space can fit in one place? Strange things monks think of, right? How many angels which take up no space can fit in this tiny little space, or infinite number? Okay. Well, it's also true of waves. Waves are something which take up no space. How many waves can coexist at this point? How many waves of light or gravity or whatever coexist at all? Infinite numbers. Okay, well, that's just an example of something where you can get an idea from something obviously totally unrelated to reality, namely theology, unless you're strong in religiousness, the other way around. But whatever it is that music and artists do stimulate scientific thinking, mass scientists in this field, and they also obviously stimulate commercial thinking, because music business is one of the largest businesses in the world, consumer products, everything like that. And every bit of at least popular music is saturated with computer music business, from the level of small Japanese synthesizers to studios full of Macintosh computers. It's quite common now to see one or both of these computers in every major recording studio. And that's something that's happened in the last 3 or 4 years. And so it's an exciting thing to be involved in this, and it's also exciting to be a son, because unlike a lot of the big studios, which I worked here in Paris and at Stanford in California, which is part of the Uber lab, which is one of the things that I this current generation. And the difference is that Stein's very interested in music in a way that a lot of the other laboratories aren't. They claim to be, but they have a big problem of dealing with music, because they use computers in a little bit different way than we do. We use computers in what's called real time. That is, we put the computers on the stage and they make sound or they make musical ideas at the moment of performance. And that may seem like a rather moot point to you, like, what do you care what's in the box that makes the sound as long as the music is there, right? That's not really something that, say, I'm assuming you're the audience. Myself as the famous musicians. But the thing is, the reason it's important, it's not an issue of like magic, like, look, this box is doing it now. It's not magic for the audience, but it's magic for the composer, because there's this incredible blindness to the computer when we come up to it. It's blindness to two almost opposite ways. One is it's blind because it's just a dull white object. It doesn't have any of the warmth of a beautiful strawberry's violin or even a funky plastic saxophone or something like that. It doesn't have musicality at all. So that's blind, and that's terrible. It's no problem. It's one of the problems we deal with this time of time. Because we're trying to make instruments to give some sort of physicalness to the computers. It's an important issue. I'll try to get back to it. The other blindness or strangeness about computers is that, of course, they're infinite, right? Everyone knows computers can do anything. Given enough computing time, you can compute the gross national product in the year 2057 or something like that. Or at least somebody will tell you, the macroeconomist will tell you, the weatherman will tell you, get a big enough computer, you can compute the weather next week. all you can do now is predict the weather in the next 12 hours, I think. I don't know, maybe not even that good, okay. But if they have bigger computers, that's possible, okay. But what would they mean by a bigger computer? Well, they mean like more computer, faster computer, or if they're waiting more time. The problem with weather computing is that it takes more time to compute the weather than just to experience it, right? So, yes, I'll tell you the weather tomorrow, but the paper is not going to come out of the computer
week sometime, by then, who cares about tomorrow's weather, because it will be 6 or 7 days in the future. Well, it's the same thing with music. It's possible to make anything. I think you asked a question at the beginning about sine wave synthesis or sine wave. Yeah, okay. It's possible to make any sound with sine wave synthesis. If you have the time. You know, okay. The problem is that gives you no limit, absolutely no limit. There's no place to start from. You say, well, I can do anything. So where do you start? And so we try to make computers a little bit more concrete so that you bang up against the wall right away and find out what the computer is. Because it really is difficult to find out what the computer is for you, so you find out its limitation. For example, I'll give you an example. The problem with computers is numbers for us. We need lots of numbers. We need really lots of numbers. If you take the sound of one single string of violin, this is a measurement that was made by some people in the mid-70s that were interested in to simulate the sound of a violin string. And they found that if you were to take all the harmonics, you know what harmonics means, all the tones of a sound, for a single violin string, and you make sine wave equivalents of those harmonics, so you take 16 sine wave generators, each one of them tuned to higher and higher sounds to add up to the sound of the violin string. Well, they found that if you just did that, you turned the sine wave sound, it didn't sound like a violin at all. The problem is, when you play the violin, the sound changes all the time. So the thing they had to do is have 16 people turn the knobs on 16 sine wave generators. Not easy to do, of course, especially because they all synchronized. So what they, of course, it's computers. They weren't doing it with sine. They were doing it with numbers. Okay. So how many numbers does it take to simulate a violin string in real time? Well, it turns out that there are going to be 16 sine waves. Each one of them has to have two numbers. One is how high it is, frequency, and how loud it is. There are two numbers. How often do you have to change the numbers? Around 200 or 300 times a second. That's roughly. So 200 times a second, 5 milliseconds is a good resolution for your ear. The ear doesn't hear that it's changing a little bit. It sounds very smooth. Okay, so you say, so 16 plus 16, which is 16 loudnesses and 16 frequencies, that's about 32. It's like 30. And multiply by 32. 30 times 200 times a second is 6,000. So you need 6,000 numbers per second. It's not even 6 billion, 6,000. Think about it. You're a composer, you're sitting there, you're about to write the note at the bottom of the page, and you want to last for 4 seconds, and somebody just told you you need 6,000 numbers per second to make the violin sound. So he says, who needs computers? Because all I need is to pick a black dot with a little hook on the side and to the violin player, and he produces my 6,000 numbers a second. Okay. So, that was the early days of computer music. A lot of fighting about why you use computers. It's so much easier to use violins. And it's true, it is. And the people who survived were the ones who weren't satisfied with violins, not the ones. The ones who wanted to make violins computers, they kind of dropped out a little bit. The ones who wanted to do something unusual with computers, they succeeded. And they've only succeeded by finding ways to generate all these numbers. And that's a lot of what they do here, is to find ways to make processes that will generate these numbers for you in an efficient way. Because you can't be responsible for that much information in a direct way. You can't think. No one can think that way except an idiot savant, or someone who's pretty useless, someone to talk to us. And so we have to figure ways to simulate processes, to make processes in the computer that will generate this information for us and allow us to relate to it with our normal perceptual apparatus, with our sense of hearing and our sense of touch, the kind of things that ordinary musicians do, violinists do, and developing, violinists spend some time developing this little thing, because the whole thing is like adjusting the pressure as they bow. They're not supposed to push down, supposed to lift up a little bit. Well, it's the same thing. We have to bring that kind of articulateness to the computer. We have to somehow bring in our human way of interacting with the world into the way the computer works. The computer, fortunately, as it's getting out, is a very sophisticated user interface of voice, right? It's a keyboard. It's not very musical. That's the problem.
neither of them are very useful for doing music, and that's all you get with the standard model, like it's all you get with the standard model. But that, actually, that's supposed to be the most advanced form. That's considered something that's missing from a lot of, say, IBM computers and other models. But so what we can do is find, as you've already seen this happen, Michelle is really brilliant at dealing with this problem of physicality, of trying to make a computer physical, and finding a way to generate numbers on the web. For example, you can imagine doing the calculation on the numbers the web is generating. But here he is making a coherent gesture. In other words, it's not just that the web is a coherent object, but that his hand is too. As he sticks his hand in, he knows where his fingers are, just the way any musician or any artist or sculptor knows the feel of where their hands are. There's incredible intelligence in your hands. It's obvious. And so what we're doing is important. All I'm saying is we're doing is really important because there are very few studios in the world which concentrate on instrumentation. They mostly concentrate on working in a more traditional way with bigger computers to do algorithms called algorithm composition, which is a completely different thing. We don't have the resources for million-dollar computers, and for the support of that, we need specialists in the keeping alive, and don't do much music. So perhaps because we've chosen this real-time personal computer way of doing things, we cut ourselves off from certain possibilities. But it's always true. We're always going to do that. We find that it's liberating to be able to have the computer in our homes or in our hands at any time of the day and not have to call up a wizard and tell them to tell them that we don't know what's wrong with the computer because you don't know how to turn it on or something like this. It's very nice to work with these personal computers. And as you know, they're actually getting to be as fast as there's an awful lot of what was commonly called the mainframe computers in the 70s. And I'm losing track of what I'm talking about. But say, what have I covered? Did I cover all? Oh, let's cover one important thing. We present once a month the people who are resident here as artists and products that we made here in the form of a kind of concert. Or sometimes a little talk on concert. Mostly just pretty much ordinary concerts in this room. And it's usually a sellout or the following. But if you're interested to keep up in any way, and if you want to get your hands on the mailing list, I think you can just make a mark on your guest book that you saw. There's a guest book there. Make some sort of like stars, meaning you would like to be added to the mailing list. And then we'll send you some information. We try to have them once a month. It comes out about 6 or 7 times a year. But they're always something different. If you're interested, I think I've covered it. It's horrible. I've covered enough for you, I think. But I hope we've had a good time. If you have any questions about anything that's happened, you can ask. I have one question. I didn't know. I was always observing some spot moving there, but nobody told me the only thing was doing there. I know, it's really irritating to look at it. I looked at it myself, and it does something. It makes your eye jerk. It always looks at it. It's a screensaver program, so that you don't burn out your screen when you touch something. Anyway, whenever the computer's inactive, it goes into that mode just to keep the screen from going out. It doesn't mean anything. But it's very irritating. I looked at it for 5 minutes and I sat in there, and you can't follow it your eyes. But it's true. See, that's always an issue. It is a typical example of the problem of art and technology. You bring your stuff to an audience and they don't know what's going on. I mean, they hear things, they see things, but what's important? It's really a difficult thing to do. And it's our failure. We have to make it, not in this case, let's say. But in the case of a concert, it's often not clear to the audience
what the artist is interested in. You know, what he's really doing. You hear this huge mass of sound and light splashing video. You don't know really what parts he's doing. So one thing in relation to design is the theatrical aspect, because that's one way of focusing your attention on what we're thinking about, in a sense. So that you can see, just the way you see, you know, you may not have played the violin, but you can see a little bit more when you see a violinist playing than when you don't see the violin. I mean, music's not great in television, but it sometimes helps to see musicians. It makes it clearer at least what's going on. And in the past, most computer music, and we're not computer music theory, we're electronic music. But in the past, most electronic music, and still today, is tape music. In other words, if you go to a conference or festival of electronic music, you sit and they'll play tapes. And we don't do that because we feel that's, you can do that at home. Why go out and sit in a concert hall in the dark watching this on tape? So we think, it's more than just because it's not so entertaining, but it's really important to try to illustrate the ideas that are involved in making it work. It is to try to focus your attention so that you don't end up looking at the bouncing square of Jazz Year. But I think it should be interesting to compare different persons on the same program, so you can hear what the intention is of each person. Yeah, well, the program is usually... You can make a program, in my feeling, which give some music, and somebody, of course, make the program, and give his artistic impression of the program. Usually it's interesting what is the artistic impression and which part is the program. Yeah, which is the program. Well, that's always an issue, because it's very easy to get carried away with the technology, interested in just the fact that you've got a computer on the stage. And that's not necessarily interesting. I mean, a lot of us put computers away these days. It used to be when you did a computer or electronic music concert, you should put the equipment up front and someone say, oh wow, that's a lot. That doesn't work anymore. It doesn't work anymore because everyone's seeing computers. We do it. And that's not what's important. The important thing is the idea that's being expressed through the computer. And I think it's a really important issue. It's the important thing is not that it's done by technology, but that there's something done through technology, that there really is an idea of musical idea. The concerts are relatively informal, and often, the ones we give, often there'll be some explanation by the composer of what his intentions were, or intentions were in making the piece, or this split. I mean, sometimes the program is made by a completely different person, and the composer just discovered that it's useful. And hopefully, we try to do that, to try to make things just more than one person can use. The instruments are available, it's a pool of instruments which we make. And right now, for example, these three boxes called Sun are just our own particular manufacturer interface. They're kind of open box to allow people to experiment and make their own instruments in the same way Michelle has. And we share them with artists from all over the world, actually. And right now, I think three or four people very interested from Italy, from England, from New York, all hopefully being able to share this one particular product. So that's nice, because then you see how one idea can be taken really totally different ways. That's very nice. Then it becomes more like that. The person. Anyway, I don't want to speak over my mind. Any more questions? No, but when I play piano, I'm also always afraid that I'm making mistakes. Yeah. When I see this, the piano makes mistakes. Nobody hears. That's not true. No, it's not true. It's not true. It is a matter of getting accustomed to it. I mean, when you have new music, it's hard to tell. That's what we're talking about. Hard to know what the intention of the artist is, so you don't know when he gets these good ones. There's no reference. Then I could kind of the most so sure. You expect something and then you don't say that and oh, it's not good. Mm-hmm. It's completely different. Yeah, it's completely different. This is not an expression. This is the process, and the next note, you don't know.
this thing, you know, it's it must be a feeling of freedom to play with this, in the sense of children play with their instrument. I think that's one aspect. I think that play is a necessary aspect of creation, It's not the only aspect. It's a necessary aspect of freedom. It's a motivation to where you begin from, perhaps. And it is a goal sometimes. You really would like to break through to freedom. But in the end, we all have expectations and intentions. And I don't know anybody who works here who is incredibly frustrated all the time by the inability to do what they want to do. So it's really it's another issue. There's two issues. One is the artist and technology, and the other is the artist and the audience or society. And they're not separate 100%, but it's his responsibility to then somehow make clear to you what he's trying to do so you can help judge what he's doing. Maybe mistake is too strong a word, but you certainly want to judge the quality of what he's doing, what it is. The finesse of what he's doing. But in a sense, yeah, perhaps we have a little extra advantage in that situation, but if we take advantage of it, we're cheating. And also, woman who plays with this instrument. Yeah. Yes, but it is hard to call not woman in my music. It's well, here's where the split happens in the music and visual arts. In the visual arts, there are many more women involved in technology. In music, it's a little harder. And partly because music is much more sexist. Okay. Not so much performing, because clearly the symphony is full of women musicians. How many women composers are at the conservatory? I teach in the hand, very few women composers. In my class right now, there's only one woman. She's a journalist and denies that she's a composer. And we have one woman here from my class in sonology, but she was a visual artist and came from film and video. And there's definitely, I know in New York, three women musicians who are about 17, 30 films old. And been working in the field for more than 2 years. So it's changing. But music is very sexist, for sure. Composers. It's a problem. And we have a problem here. Is that a problem? Oh, yeah. I think it is. But we're conscious of it. Yeah. Maybe women have to start to make instruments too, maybe. Yeah, I think it would be completely different. I really hope they start making instruments because it's different. A whole different culture. A whole different feeling. If you have any friends who are artists, you need technology. So, any more questions? If not, thank you very much. Michel, I'm going to talk for it.